Goedendag dames en heren, we gaan het vandaag hebben over lijnen. En lijnen zijn eigenlijk heel bijzonder. Je kan er namelijk een heleboel mee. Neem bijvoorbeeld tekenen. Ik heb even snel met wat lijnen een schaap in elkaar geprakt. Maar je kan daar echt veel mooiere dingen mee. Sommige kunstenaars werken er ook mee, architecten werken er ook mee al gaan ze ontwerpen. Je kan heel veel met lijnen, je kan er zelfs games mee ontwerpen. Als je bijvoorbeeld naar 3D-spelletjes kijkt, zie je heel vaak, als je heel goed gaat kijken, soms moet je ervoor inzoomen, dat heel veel van de afbeeldingen zijn gemaakt van lijnen. Maar goed, voor we iets met lijnen gaan doen, moeten we wel goed weten waar we het over hebben. Kijk, ik heb hier een lijn getekend, een mooie witte lijn. En een lijn die geven altijd een letter. In dit geval heb ik een letter K gegeven, dus deze lijn heet K. Maar de lijn K, die schrijven we met een kleine letter. Niet met een hoofdletter zoals we met punten doen, nee, we schrijven de naam van een lijn met een kleine letter. En deze lijn is oneindig. Hij loopt volledig door. Je ziet hem eigenlijk in het scherm gaan, dan zou je hem in je gedachten oneindig door kunnen trekken. Maar dat kan ook anders. Want stel, ik heb punt A en B en ik trek daar een lijn tussen, dan is dat lijn AB wel met hoofdletters ditmaal, want punten geven wel natuurlijk hoofdletters. Nou, jullie weten misschien nog van een kubus of iets in die trant, dat een kubus ribben had. En dat we die ribben ook met de hoekpunten benoemden. Dus dat de ribben dan ook AB heten als dat bijvoorbeeld tussen hoek A en hoek B was. Dus daarmee hangt het natuurlijk samen. Maar als we een lijn hebben tussen punt A en punt B, dan noemen we dat een lijnstuk. Dus niet gewoon een lijn, als we het gewoon over een lijn hebben, zoals lijn K, dan loopt die oneindig door. Maar hebben we het over een lijnstuk, hebben we dus over een lijntje tussen twee punten. En die notatie is dus echt verschillend. Dus let erop, heb je het over een lijn, zoals K, schrijf je dat met een kleine letter. Heb je het over een lijnstuk, dus tussen twee punten, dan schrijf je dat met die twee hoofdletters achter elkaar. Dan hebben we nog iets anders. Dan kan je bijvoorbeeld ook een lijn hebben vanuit één punt, zoals punt C in dit geval. En die lijn die loopt oneindig door, maar ja, hij stopt wel in dat ene punt. Maar aan de andere kant loopt hij oneindig door. Dus als je hem vergelijkt met lijn K, dan is het eigenlijk de helft. Dit noemen we dan ook een halve lijn. Dus als we nog eens kijken, lijn K is gewoon een lijn, een hele lijn desnoods. Lijn AB is dus een lijnstuk. En de lijn bij C, ja, dat is natuurlijk een halve lijn. Stel, we hebben twee lijnen, P en Q, zoals je ziet. En die lijnen, die gaan door elkaar heen. Je ziet dat ze elkaar snijden in een bepaald punt. Dat noemen we een snijpunt. En zo'n snijpunt geven we altijd een letter. Vaak de letter S. Ja, de S van snijpunt. Het hoeft niet altijd te moeilijk te zijn. En die schrijven we er dan netjes bij. Maar stel nu dat we Q, de lijn Q, anders gaan tekenen. We zetten lijn Q haaks op lijn P. Zodat er eigenlijk precies vier gelijke hoeken ontstaan om punt S heen, dat snijpunt. En die hoeken, dat zijn rechte hoeken. Ook wel haakse hoeken genoemd. Wacht, we wisselen de kleuren even om. Al hebben we twee lijnen die een rechte hoek maken, dan kunnen we dat mooi aangeven met het rechte hoekteken. Dat is dit rode dingetje. Dat is eigenlijk in wezen gewoon een rood hoekje. Deze geeft dus aan van, hé, dit zijn rechte hoeken. Of eigenlijk zegt hij, dit is één rechte hoek. En je zou ze dan in alle vier de hoeken kunnen tekenen. Maar dat doen we niet, want dan krijgen we een raar rood vierkantje. Als je hem in één hoek zet is dat genoeg, want nu zien we duidelijk, hey, die andere hoeken, dat moeten natuurlijk ook wel rechte hoeken zijn, maar dat is logisch. Maar we kunnen het ook opmeten. Als je namelijk je geodriehoek pakt en je legt hem zo neer zoals op het plaatje. Dus de meest stompe hoek in de hoek die je wil opmeten. Dus niet die scherpe hoeken, want de geodriehoek heeft nog twee scherpe hoeken, die willen we niet gebruiken, want dat zijn geen rechte hoeken. Nee, we pakken die meest stompe hoek van de geodriehoek, die leggen we mooi in het hoekje. En als de lijnen dan mooi samenvallen met de randen van je geodriehoek, dan weet je, ja, deze hoek is recht. En als zo'n hoek recht is, dan hebben we daar een speciale term voor. Dan zeggen we namelijk, hé, we hebben hier een rechte hoek, dus lijn Q staat loodrecht op lijn P. Dat noemen we dus loodrecht. Als lijnen rechte hoeken maken, heet dat loodrecht. Andersom kunnen we één lijn dan ook een loodlijn noemen. Dat hangt dus samen met loodrecht. Want lijn Q is een loodlijn op lijn P. En dat is eigenlijk best logisch. Want lijn Q staat loodrecht op lijn P. Dus dan is het een loodlijn. Maar je kan het ook omdraaien. Want als twee lijnen loodrecht op elkaar staan,
Ja, dan zijn het eigenlijk allebei loodlijnen van elkaar. Dus dan kan je ook zeggen, lijn P is een loodlijn van lijn Q. En dat kan je dus checken met je geodriehoek. Goed, dan is het tijd om het zelf even te proberen. Ik heb hier een mooi aantal lijnen staan. En mijn vraag is eigenlijk, welke lijnen staan loodrecht op elkaar? Oftewel, welke lijnen maken met z'n tweeën een mooie rechte hoek? Ik zou zeggen, zet de video maar even op pauze. Pak je geodriehoek en ga het even proberen. Kijk, ik hoop dat het gelukt is. Ik zal even laten zien op het plaatje wat de rechte hoeken zijn. Nou, dus we zien bijvoorbeeld twee rechte hoeken. En je ziet bijvoorbeeld dat lijn K ligt loodrecht op lijn N. Dus we kunnen ook weer zeggen, lijn N is een loodlijn van lijn K. Maar we zien ook dat lijn M loodrecht ligt op lijn P. Dus ook weer, lijn M is een loodlijn van lijn P. Of precies andersom natuurlijk. Lijn M is een loodlijn van lijn P. Of P is dus een loodlijn van lijn M. Ja, het maakt niet uit hoe je het zegt. Het is in wezen hetzelfde. Het leuke is, we kunnen ook een loodlijn zelf tekenen. Stel, we hebben lijn M. En dat geven we weer aan met een mooie kleine letter M. En we hebben daarbij punt G getekend. En punt G tekent natuurlijk met een hoofdletter G. Want dat doen we met punt. En we willen op die lijn M willen we een loodlijn tekenen. Nou, we willen dat die loodlijn door punt G gaat. En dat doen we eigenlijk best makkelijk met onze geodriehoek. We pakken onze geodriehoek en leggen hem er zo op. Dus we leggen zeg maar dat nul, de nulletje van je meetlat, die leg je erop. En daaruit loopt precies een lijn naar boven, naar die andere punt. En die punt, die andere punt, leggen we dus daar rechts erop. Dus die middellijn die eigenlijk je geodriehoek in twee helften verdeelt, die leggen we precies op lijn M. En dan schuiven we hem naar punt G toe, zodat hij prachtig op punt G ligt. En dan pak je potlood en teken netjes een lijn door punt G heen. Nou, je krijgt dan precies een loodlijn. Het enige wat je dan nog moet doen, is netjes de namen bijzetten. Dus we zetten de loodlijn N erbij. En natuurlijk wel de je rechthoekteken niet vergeten. Dat staat hier mooi met rood. Een mooie rode rechthoekteken. Maar dat mag natuurlijk ook gewoon met een grijs potlood. Het is leuk als je rood potlood hebt en het mooi daarmee met rood kan doen. Maar grijs is ook prima. Maar zet het er wel even bij, want nu geef je aan, hey, die lijn N die ik heb getekend, dat is een loodlijn, want hij maakt precies een rechte hoek. Dat was hem weer. Fijne dag nog weer.